We should have known they'd hate us for it. History is written by the victor, and here I am thinking we'd won. But you bring down one enemy and they find someone even worse to replace him. Een nieuw deel in de Call of Duty-serie staat niet per se garant voor innovatie. Call of Duty Modern Warfare 2 gaat verder waar de eerste ophield. En de gameplay komt dan ook grotendeels overeen met de voorganger. Toch verrast de game je al snel op een enorm positieve manier. Niet doordat het zo innoverend is, maar omdat alles ditmaal nog grootser aanvoelt dan in welke voorgaande Call of Duty dan ook. De game speelt zich 5 jaar na de gebeurtenissen in Call of Duty 4 af. Je speelt het grootste gedeelte met sergeant Gary Sanderson van de Britse Task Force 141 en soldaat Ramirez van het Amerikaanse leger. In het begin bestuur je echter Joseph Allen, een infanterist bij de US Army Rangers. Allen zelf is geen memorabel personage, maar de missies die je met hem doorloopt zullen je wel voor altijd bijblijven. Zonder te veel te verklappen weet één van deze missies je emotioneel en rationeel te raken. Dit gedeelte gaat de geschiedenisboeken in als één van de meest controversiële gebeurtenissen in een videogame ooit. Modern Warfare 2 laat je vanaf het eerste moment eigenlijk niet meer los. Talloze epische gebeurtenissen volgen elkaar op en laten je mond openvallen. Het is alleen jammer dat sommige gebeurtenissen minder impact op je hebben wanneer je niet bekend bent met de personages uit de voorgaande Modern Warfare. Dat betekent niet dat nieuwkomers niet met de game overweg kunnen. Het verhaal wordt namelijk prima uitgelegd in het begin. Zoals je ziet is dit de meest adembenemende vorm van digitale oorlogsvoering tot nu toe. De locaties ogen fantastisch en lopen enorm uiteen. Op het ene moment achtervolg je een wapendealer door de favela van Rio de Janeiro, terwijl je 2 uur later strijdt op een Russisch olieplatform. Je waant je een hoofdrolspeler in een spectaculaire Hollywoodfilm. De animaties zijn onovertroffen en de bombastische muziek van Hans Zimmer ondersteunt de chaos om je heen op geniale wijze. Control, this is Hotel 6, our cover is blown. Copy that. Intel still indicates hostages and possible explosives on the top deck. Your team needs to secure that location before we can send in reinforcements to handle the SAM sites. Over. Na zo'n 6 uur zal de aftiteling over je scherm rollen, maar op de hoge moeilijkheidsgraden zul je er waarschijnlijk langer over doen. Modern Warfare 2 is namelijk niet gemakkelijk en je zult sommige stukjes zeker een paar keer opnieuw moeten proberen. Ben je hier klaar mee, dan wacht de nieuwe modus Special Ops nog op je. Hierin kun je alleen of met een vriend de leukste momenten uit de singleplayer van Modern Warfare 1 en 2 doorspelen. Zo race je tegen elkaar op sneeuwscooters, leg je hordes inkomende vijanden om of moet je samen door de beboste gebieden van Chernobyl sluipen. Deze nieuwe modus is zeker geslaagd en levert uren aan coöperatief spelplezier op. En dan is er natuurlijk nog de multiplayer. Deze telt nu nog meer opties. Zo kun je veel meer beloningen inroepen naarmate je meer tegenstanders doodt. Deze killstreak rewards geven je bijvoorbeeld extra sterke helikopters, een op afstand bestuurbare raket en zelfs een stealth bomber. De multiplayer is vrijwel perfect en waarschijnlijk de meest verslavende in het genre. Enig minpunt is dat er nu zoveel beloningen zijn dat het af en toe wat chaotisch aanvoelt. Met name de op afstand bestuurbare Predator-raket en het zwaar bewapende AC-130-vliegtuig lijken de balans geen goed te doen. Gelukkig maakt de verslavingsfactor veel, zo niet alles, goed. Het mogen duidelijk zijn dat wij laaiend enthousiast zijn over Modern Warfare 2. Elke minuut voelt als een waar genot en het spelplezier komt met de nieuwe Special Ops modus en de multiplayer eigenlijk nooit tot een einde. Dit is één van de beste games in het genre en elke shooterfan moet dit schijfje hebben. Call of Duty Modern Warfare 2 krijgt van ons dan ook een welverdiende 10. Let's move out. Hey, buddy.